bij deze nieuwe video. Iedereen die mij volgt op Instagram heeft al gezien dat ik dus 5 foto's heb geplaatst van 5 Halloween make-up looks. Er staan verder geen tutorials bij niks, echt alleen maar de foto's. Dus ik had jullie op mijn Instagram verhaal gevraagd van welke van de 5 looks zouden jullie een tutorial willen zien op YouTube. Nou, de 2 looks die de meeste stemmen kregen was de Cleopatra look en de bruidslook. En van die 2 heb ik dus gekozen voor de Cleopatra look, omdat ik die het leukste vond om te maken. En ook het makkelijkste, die andere kostte mij zoveel tijd en zoveel troep. Ik dacht, nee, ik ga die echt niet overnieuw maken. Maar gelukkig had Cleopatra ook de meeste stemmen, dus ik heb gewoon gekozen voor die. En ik ga alles precies doen net als op die foto. Ik heb ook dit shirtje aan. Die had ik ook aan op die foto. Alles wordt gewoon de same. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Want dit soort looks kost heel veel tijd. Oké, mensen. Ik moest wel eerst even deze make-up look eraf halen. Nou, dit is een best wel heftige look. Dus ik ga eerst beginnen met mijn ogen en dan pas mijn gezicht. Ik ga eerst mijn ogen primen met mijn W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. Geweldige primer. Deze gebruik ik echt altijd. Ik ga even mijn wenkbrauwen een beetje fixen. Want... ik heb ook gewoon vandaag de hele dag gewerkt, dus ze zien er niet meer zo mooi uit. Als oogschaduw heb ik dit Soft Glam paletje gebruikt van Anastasia Beverly Hills. Een geweldig paletje als je namelijk Cleopatra look maakt, want Cleopatra is een beetje bruin, goud vooral. Dus ja, dit is wel dat paletje. Ik ga eerst deze kleur pakken, de lichtste matte kleur, die heet Tempera. En die ga ik op mijn hele ooglid doen om de primer te zetten. Dan begin ik eerst met deze kleur. Dit is de kleur Burnt Orange. Dit is een oranje matte kleur en die ga ik in mijn hele arcadeboog doen. En best wel hoog, want dit wordt een volledige cut crease. Dus echt helemaal tot aan hier. Dus ik ga het hier gewoon erin blenden en ik maak zo van die rondjes. En ik ga best wel ver naar buiten. Ik ga nou iets meer naar buiten dan wat ik normaal zou doen. Want ja, omdat het dus Cleopatra is, is alles heel lang en heel ver naar buiten. En zo ga ik gewoon door totdat ik vind dat hier genoeg kleur zit. Dan pak ik de kleur ernaast, Sienna. Dit is meer een rood-bruine kleur. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik ook weer in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Ik doe weer precies hetzelfde als net. Ik maak weer van die rondjes en ik ga weer helemaal tot aan buiten. Ik ga iets verder dan het einde van mijn wenkbrauw. En zo ga ik gewoon door totdat allebei die kleuren mooi in elkaar zijn geblend. Dan pak ik de zwarte kleur, die heet Noir. Dit is een matte zwarte kleur. En met een heel klein penseelkwastje, net als deze. Ja, ik moet het hier doen, want dan kun je het zien. Daarmee ga ik de cut crease creëren. Ik ga gewoon helemaal die vorm maken, zodat het straks makkelijker is om de cut crease te maken. En ik maak gewoon letterlijk een lijn. Nou, ik heb hier iets meer aangebracht dan hier. Valt zeker op, maar straks als je de cut crease maakt, is het hieronder helemaal weg. Dus in principe hoeft het niet heel perfect te zijn. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur met dezelfde kwast. Dit is de kleur Cypress Amber. En ik ga hiermee over de zwarte lijn, maar dan ietsje erboven om het mooi in te blenden met de rest van de bruine kleuren. Anders kun je heel goed die lijn zien en dat wil je niet. Je wil dat gewoon alle kleuren een beetje mooi in elkaar blenden. Dan pak ik weer die grote fluffy kwast van het begin. Ik heb er verder niks meer op gedaan. En dan blend ik het gewoon allemaal een beetje zo samen uit. Dan is het tijd voor de cut crease. Ik gebruik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer. Omdat deze heel goed dekt. Pak echt een concealer die heel dik is en goed dekt. Want ja, je moet wel echt die lijn perfect maken. En dan ga ik gewoon de zwarte lijn volgen. En dan gewoon de gehele cut crease maken. En ik maak de cut crease ook best wel hoog, zoals je kunt zien. Want het is gewoon echt een hele dramatische look. Dus alles mag iets extra en iets dramatischer. Hoeft niet, je kunt het ook gewoon normaal houden, maar I'm going all in. Zo, nou, allebei de cut creases zijn gemaakt. Ze zijn niet perfect hetzelfde, maar dat lukt echt bijna nooit. Zoals je ook kunt zien, ik ben hier in het begin van mijn oog niet echt bij mijn ooghoek begonnen, maar ietsje erboven. Dat maakt het allemaal ook iets dramatischer. Als je dus niet dramatischer wilt, begin gewoon in je ooghoek en niet iets erboven. Ik ben het hier even een beetje aan het bijwerken. Dan pak ik deze mooie gouden glitterkleur. Dit is de kleur bronze. En ik maak mijn kwast weer nat met setting spray, like always. En deze kleur dep ik helemaal over de hele concealer. Dus echt over mijn hele ooglid. Wacht wel echt totdat de concealer is gedroogd. Anders gaat hij allemaal bewegen en zo. Dat heb ik dus heel vaak gehad. Want dan had ik geen geduld om te wachten. En dan als ik het aanbracht, werd echt één grote smeerboel. En ik breng de gouden kleur ook helemaal naar buiten.
Oké, dan zit de gouden kleur er helemaal op. Dan is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik de NYX Matte Eyeliner. En ik ga een hele dramatische winged eyeliner maken. Echt gewoon helemaal bijna tot hier aan de hoek. Het is belangrijk dat je een hele goede zwarte matte eyeliner gebruikt. Want deze wing wordt echt super super dramatisch. Nou, ik heb niet overdreven toen ik zei dramatische wings. Ze zijn echt super super lang. Ik pak nou een make-up doekje om het hieronder een beetje op te ruimen. Want er zit hieronder oogschaduw. En zo kan ik ook gelijk de wing een beetje strak maken. Nou, we zijn nog niet klaar voor de ogen, want we gaan het nog dramatischer maken. We gaan ook nog losse glitters aanbrengen. Gouden losse glitters. Deze zijn van de H&M. Ik heb ook glitterlijn van de H&M. Ik vind deze super fijn, want die plakt gewoon heel goed. Ik heb als eerste de eyeliner aangebracht, omdat het moeilijk is om eyeliner aan te brengen op losse glitters. Dus ik ga nou gewoon de lijm aanbrengen, precies op de plek waar ik de gouden kleur heb gedaan. En dan ga ik er gewoon overheen met deze gouden glitters van de H&M. Nou, dit maakt het echt een stuk heftiger en heel veel meer blingy. Nou pak ik mascara, de Benefit Bad Girl Bag Mascara. En die breng ik een beetje aan. Nou, en dan heb ik hier wat heftige AliExpress wimpers. Het enige wat ik weet is dat dit 3D minklashes zijn. Dus die ga ik even alvast lijm erop doen. Nou, terwijl de lijm op mijn wimpers aan het drogen is, gaan we gewoon even alvast verder met het gezicht. Ik breng mijn By Kelsha Golden Elixir Primer aan. En dit is een hele mooie glowy basis die ook tegelijk je huid smooth maakt en egaal. Dus daarom vind ik deze geschikt voor deze look. En hij laat je make-up lang zitten. Als foundation gebruik ik mijn L'Oreal True Match Foundation. Dit is in de kleur VD/VW Golden Natural. En met mijn Queen Tarsie Sponge ga ik die aanbrengen. Ik gebruik deze foundation omdat hij goed dekkend is, maar ook een beetje glowy is. En hij is heel erg goud. Hij heeft heel erg een gouden ondertoon. En dat is perfect voor een Cleopatra look, want hoe meer goud, hoe beter. Nou, even mijn wimpers een beetje krullen. En dan de nep wimpers aanbrengen. Dit zijn hele heftige, lange wimpers. Nou, deze zijn echt heel lang. I like it. Hoe dramatischer de look, hoe dramatischer ik de wimpers wil hebben. En deze zijn heel dramatisch. Je kunt nog wel de lijm een beetje zien, maar dat moet nog een beetje opdrogen. En dan ga ik er weer overheen met de eyeliner. Dus zo fix ik dat altijd. Als concealer gebruik ik mijn Maybelline Fit Me Concealer in de kleur 20. En die breng ik gewoon lekker veel aan onder mijn ogen om het daar mooi smooth te maken. Op mijn kin, bij mijn voorhoofd en een streep op mijn neus. En dit blend ik dan weer uit met diezelfde Queen Tarsie Sponge. Dan een beetje W7 Banana Poeder. Of ja, niet een beetje, eigenlijk best wel veel, want ik ga hier gewoon mee baken. En ik haal het er altijd weer gelijk vanaf. Dan met mijn Ethos contourpoeder in de kleur Light Medium. Echt sinds mijn Ethos video gebruik ik deze echt iedere keer. Ik vind hem echt zo mooi. En ik ga hiermee mijn neus contouren. En ik ga ook mijn gezicht ermee contouren. Als bronzer gebruik ik MAC Give Me Sun. Omdat hij gewoon echt heel bronzy is. En ook weer een beetje goudachtig. En nogmaals, hoe meer goud, hoe beter. Je moet gewoon lekker bronzy zijn en lekker goud. Dat is tenminste hoe ik mijn haar inbeeld. Als ze nu zou bestaan. Oké, dan voor onder mijn ogen pak ik een heel ander oogschaduwpaletje. Dit is de Masquerade Palette from UVS Place. Dit zijn echt super heftige kleuren. Ik heb dit paletje van smugcosmetics.nl of .com, een van de twee. Je kunt mijn kortingscode daar gebruiken voor 10% korting. Al mijn codes staan onder deze video in de beschrijving. En ik pak deze blauwe kleur, die heet Dahlia. En die breng ik aan op mijn hele onderste wimperrand. En best wel heftig, want het mag best wel veel. En ik ga ook helemaal door tot aan de binnenste ooghoek. En dan breng je hem helemaal door tot aan het einde van de eyeliner. Oeh, I like it. Dan pak ik de iets lichtere blauwe kleur ernaast. Die heet Zola. En met dezelfde kwast ga ik daar overheen om de blauwe kleur iets feller te maken. Dan pak ik een blauw oogpotlood. Dit is de Essence Long Lasting Eye Pencil in de kleur. Ik kan echt nooit de kleur vinden op deze potloodjes. Nou ja, ik zie geen kleur erop staan, maar het is in ieder geval gewoon blauw. Je kunt gewoon ieder blauw oogpotloodje gebruiken. Die breng ik aan in mijn waterlijn. En dan weer een beetje mascara op mijn onderste wimpers. Wat ook mooi zou zijn, is als je een blauwe mascara gebruikt voor hieronder. Dan pak ik deze lichte glitterkleur. Deze, dit is een beetje een nude kleurtje. Die heet Giza of Geisa of zo. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek om het hier een beetje te verlichten. Kijk hoe heftig die kleur is. En ik heb mijn kwast niet eens nat gemaakt. Dit is toch te mooi. Deze paletjes zijn altijd zo gepigmenteerd. I love it.
En dan is in principe de ooglook af. I really love it. Het is lekker heftig, lekker lang. Je kunt het natuurlijk iets minder heftig doen door de cut crease gewoon normaal te maken. En de blauwe kleur echt alleen maar op de onderste wimperrand te doen. En niet helemaal uit te vegen. Maar ik vond dit toch iets meer Cleopatra-achtig. Als blush gebruik ik de Sleek Rose Gold blush. En nogmaals, dit is weer een blush met goud erin. Zo, ik pak echt zoveel goud als maar kan. Als highlighter pak ik de Huda Beauty Highlighter Palette. De 3D Highlighter Palette. En ik heb deze. En dan pak ik de gouden poeder... Nee, dit is de cream. Dan pak ik deze, de gouden poederkleur. Die heet Sea Chalice of zoiets. I'm not sure. En ook die is weer lekker goud. En die breng ik aan hier op mijn jukbeenderen. Ik breng ook best wel veel aan. Ik wilde zeggen, ik breng veel aan omdat het een heftig look is. Maar ik breng eigenlijk gewoon altijd veel aan. Beetje hier bij mijn voorhoofd. En op mijn neus ook. En hier op mijn cupid's bow. Dan de lippen. Ik pak gewoon een nude lipje. Ik pak de L'Oreal Lip Paint Matte. En die doe ik op mijn hele lippen. Dit is de kleur Dead Lips. Nou, en dan de BH Cosmetics Setting Spray. Oké, nou dan is in principe mijn gezicht af. Nou, dit kostte me echt... Dit heeft me echt een uur gekost of zo. Super lang. Nee, anderhalf uur. Nog iets langer. Oké, nou dan de pruik en alle andere accessoires. Ik ga eerst mijn haar helemaal omlaag drukken. En dan heb ik van deze speldjes, die zijn heel groot. En dan kan ik zo mijn haar vastmaken aan mijn hoofd. Het is niet perfect, maar ik heb echt super dik haar en veel haar. Dus ik probeer het gewoon zo plat als kan te krijgen. Maar het hoeft absoluut niet perfect. Dan heb ik hier de pruik. Ik zal de linkjes van alle accessoires en de pruik hier onder de video in de beschrijving zetten. Ik heb alles van de AliExpress. En dit is gewoon zo een boblijn met een pony. Dit is gewoon synthetisch haar. Deze was niet heel duur. Like 10 euro of zo. Nou, dit is wel echt de cliché Cleopatra haircut. Zo, die zit nou in principe goed. Dan heb ik hier deze grote gouden oorbellen. Ook die zijn van de AliExpress. Echt alle accessoires zijn van de AliExpress. Deze was echt misschien 3, 4 euro of zo. Alles is altijd zo goedkoop daar. Niet normaal. Maar ik vind deze oorbellen sowieso gewoon mooi. Gewoon ook gewoon voor alledaags of voor naar een feest vooral. Dit is niet echt per se een Cleopatra oorbel. Dan heb ik hier deze zogenaamde slang. En die moet dan zo om je hand heen. En dan heb ik hier dit hoofdding. Dit is ook een slang. Zoals je kunt zien. En die moet dan op je hoofd. De vorige keer was het echt een gedoe om die goed op te krijgen. Kijk, want hij gaat steeds zo scheef. Oké, mensen. De eerste keer ging echt veel beter. Nou, het is gelukt. Hij zit erop. Nou, dan heb je in principe gewoon nou de hele Cleopatra Halloween look. Het is op zich best makkelijk. Het is allemaal niet heel ingewikkeld. Gewoon de ooglook is best wel... lastig als je hier niet heel goed in bent. Maar ja, voor de rest zijn de accessoires gewoon heel leuk, heel makkelijk. Je kunt ook nog zo'n soort slang hier doen. Dus ja, I like this look. Nou, dit was dan de Cleopatra Halloween look. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het wel weer leuk om het nog een keer te maken. Ik vind de look heel erg leuk. Ik vind het maar ook wel staan omdat ja, ik heb al donker haar en zo. En dan is het wel gewoon leuk. Ik vind vooral deze blauw vind ik zo mooi. Vergeet me dus vooral niet te volgen ook op Instagram. Want daar plaats ik bijna al mijn looks. En daar stel ik ook altijd al mijn vragen. En welke glossjes ik op heb en dat soort dingen. Dus volg me vooral ook daar voor extra make-up tips en dat soort dingen. En ik zal hier alvast twee video's plaatsen die jullie ook alvast kunnen gaan bekijken.